Kijk, die deur staat dus al 8 maanden open. Wij voelen ons onveilig. Kijk, kun je dus zo openmaken van buiten. De voordeur van een appartementencomplex aan de Eilorlaan is al sinds maart stuk. Vanaf dat moment zoeken de bewoners aan de lopende band contact met hun verhuurde Eimeren. Maar tot nu toe zonder resultaat. We wonen hier in een buurt waar begin van dit jaar schietpartijen hebben plaatsgevonden. Waar cameratoezicht is geweest. Waar de ballonnen van het lachgas op straat liggen. Er zijn kinderen die zeggen tegen hun ouders: papa, ik durf niet te slapen, want komen die meneeren dan ook bij mij binnen? Nou, ik heb begrepen dat we al insluipers hebben gehad. Dat er al mensen in het pand hebben rondgelopen die hier duidelijk niet hoorden. En er ook wel, nou ja, vreemd uitzagen. En we hebben niet zo lang geleden iemand gehad die heeft staan plassen in het trapportaal. Nou kijk, hier zie je hoe er geplast is. Kijk, die hele trap ligt vol met urine. De bewoners doen nog een poging om het probleem aan te kaarten bij Eimeren. En wij wilden graag weten wanneer onze huis, onze voordeur gemaakt wordt, want die is al 8 maanden stuk. Is er dan momenteel nog iets anders waar ik u mee kan helpen? Nee, ja, dat de deur zo snel mogelijk gemaakt wordt, want die staat dag en nacht open. Nee. Ik voel me onveilig. Ja, ik kan me moeilijk verdedigen op mijn leeftijd. Dat wordt steeds een beetje moeilijker, denk ik. Eimeren laat in een reactie weten ook te balen van de situatie. Maar geeft aan dat de VVE opdrachtgever is voor grote reparaties en onderhoud van het complex zoals deze. Volgens de woordvoerder is vandalisme de grootste reden van de herhaaldelijke storingen. En daarvoor zijn ze in doorlopend overleg met de politie.